Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En we zitten weer in het informatiehok, laten we het zo maar even noemen. We gaan het vandaag hebben over metabolisme. En dit is een video die veel door jullie is aangevraagd. En daarom gaan we hem ook doen. Wij coachen natuurlijk mensen. En we krijgen heel veel mensen die al een dieet hebben geprobeerd of iets anders. Waarbij ze zich houden aan 1200 tot 1300 calorieën. En dan toch niet het effect merken wat ze willen zien. Kijk, het is heel simpel. Het is meestal calorieën in versus calorieën verbrand. En dat bepaalt eigenlijk hoeveel je lichaam inzet als vet om dat te verbranden. Omdat je het niet uit je voeding kan halen. Nou, dan toch, als je op die 1200 en 1300 calorieën zit en je 5 tot 7 uur je cardio training doet en dan toch geen resultaat zien. Ja, dat heeft met iets anders te maken dan met je voeding. En dat is het metabolisme. Nou, dan heb je de vraag, wat is het metabolisme? Dat ga ik vertellen. Dat zijn de biochemische processen die zich in je lichaam afspelen. En dat geldt ook voor dieren en dus ook voor de mensen. Dan heb je constructieve metabolisme. Dat wordt ook wel anabolisme genoemd. En dit zorgt ervoor dat je synthese van je eiwitten, van je koolhydraten, van je vetten, dat die worden gebruikt. Dus je gaat je eten omzetten, je gaat dit opslaan als energie. En dan heb je ook nog destructieve metabolisme en dat wordt ook katabolisme genoemd. En dat is eigenlijk dan weer het afbreken van jouw substanties in de vorm van de productiviteit van energie en voor de rest alle andere dingen om je lichaam te kunnen onderhouden. Nou, stel jij mag het volgende stukje vertellen. Ja, je hebt mensen die een snelle metabolisme hebben en mensen die een langzame metabolisme hebben. En dat wil zeggen dat, zeg maar, hoe sneller jouw metabolisme is, hoe meer energie je lichaam nodig heeft voor al die processen. En die energie is dan in de vorm van calorieën. Dus stel je hebt een supersnelle metabolisme, dan betekent dat jij heel veel energie gebruikt gedurende alle processen in je lichaam. En waar hangt je metabolisme nou van af? Want dat hangt van een aantal factoren af. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan je leeftijd, de werking van je schildklier. Je lichaamstype heeft daar ook mee te maken. Je spiermassa, je vetmassa, dus dat zijn allemaal factoren die daaraan bijdragen. Ja, dus dat is voor iedere persoon is dat anders. Ja. Ja, dan is het tijd om even bij de volgende vraag te staan. En dat is hoe je metabolisme zich verhoudt met het afvallen. Want dat is toch wat de meeste mensen willen. Ja. Nou, ik heb eerder in de video heb ik al verteld dat de belangrijkste zin om te onthouden is calorieën in versus calorieën verbrand. Dus met hoeveel je eet bepaal je eigenlijk hoeveel je lichaam je vet inzet als reserves, omdat je het niet uit je voeding kan halen. Nou, metabolisme speelt hier echt een hele belangrijke rol in voor het verbranden van die calorieën. Want het metabolisme beslaat namelijk 70% van je aantal calorieën dat je verbrandt op een dag. Dus hoeveel je dan ook op een crosstrainer gaat staan of hoeveel je ook gaat sprinten buiten of hoeveel je ook beweegt, je metabolisme maakt 70% deel uit van je aantal totale verbrande calorieën en dat is nog wel niet wat. Ja, dat is wel. Het is daarom best wel belangrijk om te werken aan je metabolische gezondheid. En dan denk je, ja, kan dat? Nou, kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. En we gaan verder uitleggen wat het betekent. Ja, wat veel mensen doen wanneer ze willen afvallen is, ze willen zo snel mogelijk resultaat. Dus gaan heel snel die calorieën verlagen en extreem veel sporten. En dan vooral cardio. Om dus die calorieën ook nog eens extra te verbranden. Dus en je hebt minder calorieën wat je binnenkrijgt en je verbrandt het ook nog eens. Nou, en wat jouw lichaam dan gaat doen is zich daarop aanpassen. Jouw lichaam denkt, nou, ik krijg niet heel veel eten meer binnen. Dus ik ga even alles wat langzamer verbranden. En wat er dan gebeurt is dat je metabolisme vertraagt. Hier heeft Jordi ook al iets over uitgelegd, dat je lichaam je zeg maar aanpast op wat jij geeft. In de video, wat was het ook weer? Waarom een dieet niet werkt. Waarom een dieet niet werkt. Dus daar kun je het nog even terugvinden. Mm-hmm. En dan ga jij nog wat verder vertellen. Ja, nou, de volgende vraag misschien is dan, hoe kun je metabolisme versnellen? En dat is ook waar deze video om draait. Nou, op het internet kun je heel veel verschillende berekeningen vinden en heel veel verschillende formules. En een soort van rekenmachines waarin je heel makkelijk je gegevens kan invoeren. Om te kijken wat jouw dagelijkse totale aantal calorieënverbruik is. Nou, als je die eenmaal hebt ingevuld, en ik zal een link hieronder in de beschrijving zetten naar een goede berekenaar eigenlijk om je calorieën te berekenen. En dan kan je kijken hoe je metabolisme eigenlijk, of dat wel goed is met je metabolisme. Je hebt je totale aantal dagelijkse calorieën. En je moet dus die rekenmachine moet je even invullen. Een paar gegevens, dan komt er een calorieaantal uit. En dat moet je ongeveer 1 tot 2 weken volhouden. Om te kijken van als ik zoveel calorieën eet, kom ik dan aan of niet? Nou, als je aankomt, dan is het zo dat je metabolisme nog niet echt helemaal werkt zoals het moet. Maar blijf je gewoon op een normaal gewicht, dan weet je, als je wil gaan afvallen, dat je metabolisme op een goed niveau is. En kan je gaan beginnen met afvallen.
Je hebt dan verschillende dingen dat als je aankomt, om dan je metabolisme weer een beetje op een gezond niveau te krijgen. Nou, het eerste punt is krachttraining. Echt super belangrijk. Ik geef altijd de voorkeur boven een cardio training, want krachttraining zorgt ervoor dat je meer spiermassa opbouwt. En bij cardio is dat niet altijd het geval. Je moet dus gaan krachttrainen en vooral met zware gewichten en weinige herhalingen. En meer spiermassa zorgt voor? Op de korte termijn zorgt het voor meer verbranding natuurlijk, tijdens het herstel en je groei. Ja. En op de lange termijn zorgt het voor meer spiermassa. En dat is een van de factoren die ik eerder heb genoemd. Die helpen bij een goed metabolisme, een snel metabolisme. Mm-hmm. Nou, dan heb je nog een tweede punt. En dat is misschien niet voor iedereen relevant. Maar als je een dieet hebt gedaan, dan ben je wel vrij laag in je calorieën geweest, denk ik. En wat je dan kan doen is wat ze in de bodybuilding wereld noemen, ze dat reverse dieting. En dat is langzaamaan weer je calorieën verhogen per week. En dan moet je ongeveer denken aan 100 tot 150 calorieën per week. Om langzaam weer je lichaam te laten wennen aan iets meer calorieën. Want net zoals dat je lichaam zich aanpast als je minder gaat eten en dus efficiënter wordt met je metabolisme door te vertragen, is het ook weer andersom, werkt het net zo. Dus als je weer meer gaat eten, dan versnelt je metabolisme ook weer. Maar het is wel belangrijk om dit in hele kleine stapjes te doen. En dus reverse dieting gebruiken als je vanuit een dieet komt of een lange afvalperiode. Ja. Nou, nog een ander punt is dat je voldoende eiwitten moet eten. Zoals ik net zei is het goed als je veel spiermassa hebt voor je metabolisme, omdat het dan versnelt. En eiwitten helpen bij groei en herstel van je spieren, waardoor je de spiermassa creëert. Ja, en dat klinkt misschien als een simpel dingetje, maar echt voldoende eiwitten eten is echt best wel belangrijk. Vooral om die groei te stimuleren en dus meer te verbranden gedurende de dag. En zeker als je dan goede krachttraining erbij doet, dan zit je helemaal goed. En misschien een tip waarvan je denkt van nou, daar heb ik misschien niet zoveel aan, maar het is echt heel erg belangrijk om die eiwitten goed te eten en daarop te letten. De laatste tip, tip nummer 4 is dat volgens mij toch? Ja. Ja, dat is om je vetinname te verhogen. Dus dit is ook weer in de periode dat je misschien aan diëten bent geweest of tijdens het afvallen, heb je je vetten redelijk laag gehouden en dat is bij de meeste mensen is dat gewoon zo. En als je weer je metabolisme op een gezonder niveau wil krijgen, dan kan je best wel je vetten verhogen naar ongeveer 30 tot 35% over je gehele dag van je aantal calorieën. En dat is de laatste tip. Het zijn niet echt 4 super bijzondere tips, maar wel de 4 tips waar je het meeste mee kan om je metabolisme te versnellen. Je hebt ook nog allemaal andere dingen zoals het drinken van koffie, een hete pepers eten, ja, nog meer cardio gaan doen. Maar dat zijn allemaal tips ja, die maar een klein percentage misschien zorgen voor een versnelling van je metabolisme voor een korte periode. Maar deze 4 tips, dat zijn echt de 4 belangrijkste om je metabolisme weer op een goed niveau te krijgen en ook goed te kunnen onderhouden. Oké, als je metabolisme dan op een goed niveau is, na die 4 punten, of als het daarvoor natuurlijk al goed was, dan ben jij klaar om efficiënt te gaan afvallen. En hoe doe je dat nou? Nou, je hebt berekend hoe hoog zeg maar jouw calorieën op een dag liggen om op onderhoud te blijven. Daar moet je 15 tot 20% onder gaan zitten om af te vallen. Daarbij is het ook belangrijk om te gaan sporten, 4 tot 6 uur in de week. En wij raden het dan aan om vooral krachttraining te doen en eventueel HIIT cardio. Dit kun je bijvoorbeeld doen op de crosstrainer of hoe Jordi het heeft voorgedaan in de eerdere video. Dus daar zijn meerdere manieren voor. Ja, en je metabolisme zou tijdens het proces van het afvallen zou het alweer ietsje gaan vertragen, maar dat is echt minimaal. En als het wel te veel wordt en je merkt dat je niet meer afvalt, als je voor een langere periode ja, aan het afvallen bent of probeert af te vallen, dan kan je altijd weer terugvallen op de 4 stappen die we net hebben beschreven om je metabolisme weer op een hoger niveau te brengen, waardoor je dus meer dagelijkse calorieën verbrandt als je in een rustperiode zit of als je gewoon ja, de dag doorkomt. Dus die 4 stappen zijn heel erg belangrijk. En dan zit je helemaal goed. Ja. Nou, dus we hopen dat je hier weer wat van hebt geleerd. Dat je nu weet wat metabolisme inhoudt en hoe je het kan verbeteren, mocht dat nodig zijn. En dan willen jullie je bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, en even nog laten weten hoe jullie het vonden dat we deze video met z'n tweeën doen. Oh, ja. Want we vinden het heel erg leuk om te doen. Dus we willen graag even jullie mening daarvan horen. Ja. We zien jullie in de volgende video.